Wat ik zo bijzonder vind aan DNA en DNA-kennis is het begrip van ziektemechanismen, wat je daarmee krijgt. We richten ons vooral op het vinden van verklaringen, van diagnoses, maar we gaan steeds meer toe ook naar toepassing van DNA-onderzoek in preventie. Al weten voordat er iemand ziek is of daar verhoogde kansen zijn om een ziekte te ontwikkelen. Om die vertaalslag te maken van die biologie naar de klinische praktijk, dat vind ik heel boeiend. Dat we eigenlijk op een randje van kennis meelopen en steeds kunnen kijken wat is mogelijk.